Yo, kijkers van Blauwke Gamers, welkom bij deze video. Het is een keertje wat anders, ik zal denken League of Legends, what the fuck. Ja, is er nog nooit geweest, alleen het is een beetje, of nooit geweest, ik weet eigenlijk niet of dat nooit is geweest. Ja, livestreams zijn er wel geweest. Maar goed, ik ga dit keer een beetje hebben over een champion die ik sinds vandaag eigenlijk heb gespeeld voor jullie dan gisteren. En dat is Gragas. Gragas support, hij heeft een aantal weken of maanden terug, ik weet het niet eens meer, is hij genervd geweest, waardoor hij eigenlijk niet meer gespeeld werd. Alleen nu heeft hij dus weer een rework gehad, dat zijn Q die sloot nu en zijn E die stunt nu. En dat betekent dus dat het eigenlijk best wel goed is voor support. En ik was hier dus met een aantal gasten van de League of Legends Facebook. Die link staat in de beschrijving, als je daar ook bij wil, dan kan ik jou daar zo voor uitnodigen. Dus die kun je zo in de beschrijving zoeken. En het is een best wel chille community met elkaar. We hebben altijd wel games met elkaar spelen en zo. Je kunt ook wel zien, Graves die maakte een klein foutje. Hij ging diven. Maar hier maakte Ash een fout. Want hij liep in mijn barrel, waardoor ik hem killde. Oh mijn god. Kut. Ash en Graves. Nee, Graves is wel chill. Het is dus op zich gewoon Gragas. Ja, hoe kun je het zeggen? Je moet hem gewoon tanky builden op bottom lane, denk ik. Zo heb ik hem eigenlijk gespeeld. En dat ging redelijk goed. Gewoon AD runes met alles gesist eigenlijk. En ja, eigenlijk van die tanky items bouwen. Ik begon met Relic Shield, Sidestone. En toen heb ik toch een Doran's Doran's ring gehaald. Voor toch die AP op mijn Q. Hier een mooie ult. Alleen jammer dat die Summoner's Heal hebben. Want dat zien ze dadelijk. En boom, Summoner's Heal. En daardoor konden we hem net niet krijgen. Dat was wel weer jammer. Maar goed, dat is in League of Legends natuurlijk nieuw. Natuurlijk de heal die ook gebufft is. Voor de mensen die dat natuurlijk niet weten. Dat is heel erg vervelend soms. Maar ook hartstikke fijn als je het zelf hebt. Zoals ik heb. Hier heb ik ook een play. Ik weet niet welke het is. Ja, natuurlijk de E met zijn nu stun. Dat is fijn zoals je zag. Ik kon daardoor trash heel mooi weghouden bij Graves. Dus dat is een mooi iets. Hier komt dus Nocturne. Komt eraan, waardoor ik het zag. Ik ulte alleen net. Ja, niet mis, maar hier, stun en Nocturne pakt de kill. Maar ik gooide hem net iets te laat eigenlijk. Ik had hem al eerder moeten gooien, maar ik wist niet dat Nocturne daar ging ulten. En hier de dive. Bam, we hebben hem toch nog. Ja, we zitten hier met z'n allen ook op Teamspeak. Dat heb ik hier niet opgenomen, want ik heb dit via LOL Replay laten weer in elkaar gezet en gerecord. Dus ja, met die kill konden we hier de turret pakken als het goed is. Heb ik dat goed? Volgens mij wel, ja. En door die goede gank eigenlijk van Nocturne is het helemaal goed gekomen naar die barrel. Explode en daardoor hebben wij ook de turret. Meer hoef ik eigenlijk ook niet even te zeggen. Nou, hier is de turret. Vala Grim, oftewel Mark. En hier was een beetje een vage play. Wel mooie ult natuurlijk, ja. Daardoor ging alleen wel Lux dood, want ik gooide met die ult gooide ik ze eigenlijk vol op Lux. Nou, hier ging dus ook dood, alleen het is uiteindelijk een 3-4-2 kill. Dus ja, triple kill voor Graves. Awesome. Dat is altijd beter als de andere keer natuurlijk meer kills krijgt. Hier ook werkt met hier geveerd of gesilenced door Fiddlesticks, maar toch, doordat ik hier zei, kom diven, niemand wou eerst, maar toch, boom, heeft de andere keer toch weer een kill op hun AD carry, dus dat is hartstikke mooi. Ik ging wel bijna dood weer. Maar dat maakt niet uit, ik overleef het. En als het goed is, bleef ik ook nog langer in lane. Ja, dat blijf ik ook. En, hier komen links komen Trash, Fiddlesticks en wie nog meer? Of was het alleen Trash of Fiddlesticks? Nee, Trash of Fiddlesticks alleen. Die komen hier om ons te pakken, maar dat gaat hun dus fout. Een ult op Trash, zodat hij wegging. En op een of andere manier drukte ik daar op mijn W, ik denk waarom. Alleen toch een goede stun, bam. En daardoor kon Olaf toch die double kill pakken. En dat was wel nice. Ik vond het een Ash arrow, ja tuurlijk. Dat was de hele tijd deze match trouwens. Die Ash die gooide alleen de arrow vanuit haar spawn. Ja, in één keer met een fight dan. Maar goed, dat was een beetje vaag van die Ash. Dus trouwens ook één game. Twisted Fate bij hem was wel AFK op een gegeven moment. Maar goed, ja, ik zei ook diven. Iedereen zei diven. En op een gegeven moment maakte ik dat. Ja, of deed ik dat. En ja, daardoor
Het was een beetje misschien foute communicatie, want iedereen liep net weg toen ik erop ging flash met mijn body slam. Daar ging Nocturne dood door Fiddlesticks, maar we hadden wel een kill eruit, dus dat was wel goed. Het was gewoon een 1 tegen 1 en we hadden wat turret damage gemaakt. Dus dat is natuurlijk ook altijd mooi. Je was net uit de fight gedisengaged. Ja, er was dus die K6 is dat er later nog achter. En ja, dat pingde natuurlijk onze Lux heel mooi. En hierdoor konden we mooi afmaken. Helemaal outplayed. Lux bijna dood. Maar goed. De AD carry. Weer een nieuwe kill. Dus K6 will bleed. En een van de laatste dives hier volgens mij. Ik weet niet hoe lang. Ja, dus een van de laatste dives. Het was hier heel vaag. Zoals je zag, Lux Ash flashte net toen ik mijn barrel gooide. Waardoor ik haar naar achter gooide in plaats van naar ons terug. Dus dat is wel goed getimed. Maar had ze waarschijnlijk niet door. Het was gewoon een vlucht flash, denk ik. Maar het was net op het moment dat ik de barrel gooide dat ze net flashte. Dat was op zich wel, wel goed gepleed. Nou, we krijgen hier de inhibitor. En ja, hier zijn we dus naar de andere inhibitor op de midlane zijn we bezig. En daar zijn ze allemaal. En hoppa. Ult van Lux, body slam en alle dingen. Trash wil hier wegkomen, maar goed, ik denk ja, mooi niet. Ik dacht Lux pakt de kill niet, dus ik gooide mijn barrel op en dan is hij dood, helemaal kapot. En bam, shutdown op Ash, de Olaf, met een mooie Nocturne ult erbij. Dus ja, inhib, daar komt hij. Als het goed is, pak we hier ook de inhib. En zo niet, dan zou het in de volgende clip vast wel zijn. Ja, als het goed is, hebben we hier gewoon de inhib. Ja, de inhib hadden we volgens mij daar wel gepakt. Voor ik heb een beetje rough geknipt. Dan. Maar goed, hier waren we het een beetje aan het throwen. Want ja, op een of andere manier, we gingen gewoon 1 voor 1 all in op die gasten in hun base. En daardoor was het een beetje dom. Maar goed, we kwamen wel weer terug. Zoals je ziet, hier trash die ulte. Toch door goede team 2 van ons komen we toch wel weer terug. En boom. AD carry weer een kill. En die andere weet ik eigenlijk niet door wie die was opgepikt. Maar we zijn uiteindelijk wel weer teruggekomen en nu pushen we toch weer naar die inhib toe. En volgens mij is het hier waar we de inhib pakken. Ja, natuurlijk altijd warden, dat is altijd heel erg belangrijk. Want vooral omdat ze daar ook zaten en ik zie het nou gewoon omdat ja, eigenlijk spectate mode is. Dat Fiddlesticks net in hun jungle zat bij de blue. Hier pakken we de inhib. Die was in de andere al down, maar je kan dus zien hoe lang dat dus had geduurd. Ja, hier zijn alle touws ook al down, dus ja. Hier is ook weer een hele mooie throw van ons. We dachten we gaan er gewoon voor, maar toch throw het hier weer. Want we blijven hier veel te lang. Ik had hier eigenlijk al lang weer terug moeten gaan. Dat wou ik ook doen, maar ik ging er toch weer in. Dat kun je ook zien, want ik flash hier wel weg. En ik denk, oh, die hebben ze wel. Dus ik denk hier, ik ga weer terug. Maar dat was wel een beetje, hier, dat K6 jumped over mij heen en daar was ik dood. Dat was wel heel erg jammer. Maar goed, maakt niet uit. Alles kan. Hier was alleen Olaf nog over. En dat was bijna een faal. Nou, hier de Baron van Enemy Team. Waar Saris, dat was net toen we geëest waren. Maar goed, we pakken ze hier gewoon hartstikke hard weer terug. Een ult erin, zodat Trash naar die kant wordt gegooid. Geforceerd op de flesje. En dan toch net met mijn puntje van mijn buik, mijn navel. Burk ik hem gewoon in zijn been of zo, weet ik veel. Maar daar ging hij dood. Je had een dubbel buff. Ik weet niet meer wie ik je had gekillt, maar in ieder geval. Of dat was nog van die Baron volgens mij. Ja, het werkt nu net uit. En een mooie body slam weg van Trash, zodat hij mij niet kan hoeken. En dan komt het. Bam. Trash in de Trash ult middenin. Gewoon niet gewoon in blijven staan. Maar goed, Fiddle pakt mij hier. En ja, het is hier een beetje vaag. Weer een stun. En dan pak ik toch de kill in plaats van Olaf. Wat ik eigenlijk wel jammer vond. Ik dacht, oeps. Maar goed, het kan geen kwaad. Want we waren hier toch al dik aan het winnen eigenlijk. Zonder hartstikke hard voor. En alle dingen waren down. We hoefden alleen nog maar de Nexus. De ult van Fiddle. Hoppa erin. Blokken. En we waren hier allemaal dood. De 4 van Fiddle killt mij. Maar goed, Fiddle is hier dood. En hiermee finishen we ook die game. En dat was het. De game. Geniaal potje, probeert dus ik zeg ik Gragas support. Het is echt wel lachen om te spelen nu, dus. Joe, letjes.